Wat we dan zien als we bijvoorbeeld bij wijze van huiswerk, want dat is tweerichtingsverkeer als je een strategie aan het bouwen bent, als we een bepaalde export of een bepaalde lijst vragen, dan horen we ook in heel veel gevallen, ja, dit is, hier heb ik een klein beetje voor moeten puzzelen, maar dit is 70% van wat dat je gevraagd hebt. Of dit is een... grotendeels. Niet volledig, maar dit is grotendeels wat is. Met dan in sommige gevallen nog kanttekening 1, 2 en 3, want dat is verouderd. Dat was een vorige collega en dit werd toen zo gedaan. Dus er zijn heel veel kanttekeningen bij die exports, die kunnen niet kant en klaar worden aangeleverd. En ja, dat is een beetje een samenraapsel in plaats van dat dat gewoon één centraal rapport is waar je gemakkelijk aan kunt en waar je gemakkelijk interpretaties op kunt doen. Dus inderdaad, los van analytics in CRM, is dat vaak zo, ik weet niet of ze woorden niet, maar zo, ja, knip- en plakwerk, of op basis van knip- en plakwerk opgebouwd. En ja, niet met afspraken die dat... voor heel het team hetzelfde zijn. Iedereen heeft zoals zijn eigen manier van werken in de CRM. En dan zie je heel snel, ja, dat uitspraak van een collega, dat een kat zijn jongen er niet in vindt in dat CRM of in dat systeem. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel heel jammer als je snel en efficiënt keuzes wilt maken om je business te doen groeien. Ja, en dan kun je de vraag stellen, waarom doen we dat niet? Want iedereen weet dat dat belangrijk is. Iedereen weet van, dat is net de troef van digitaal. Maar toch is dat in... Ik ga het sterk stellen, maar in 80% van de gevallen niet op orde. Hè? Zoiets zal het zijn, ja, inderdaad. Is wel interessant, vind ik, om dat eens te benoemen. Ik denk dat het vaak... Je moet eens kijken, maar ik denk dat het vaak op twee elementen aankomt. Wat je er straks zei, moeilijk technisch. Mm-hmm. Het is niet gemakkelijk en vaak technisch. En marketeers zijn niet het liefst bezig met de technische dingen. Toch niet de meeste marketeers zijn niet het liefst bezig met. En dat begrijp ik ook volledig. En daardoor wordt het dan vaak... even aan de kant geschoven, ja. Of voor 80% bekeken, maar die laatste 20% die wel veel nuance kan brengen, die wordt dan niet meegepakt. Dus dat is één punt. En ik denk ook twee, vaak niet weten welke cijfers er nu echt toe doen. Ja. Welke KPI's zijn nu echt belangrijk, waardoor men eigenlijk niet goed weet van oké, welke cijfers moet ik dan meepakken in het dashboard, en dan ofwel te veel doen, ofwel niet de juiste meepakt. Dus het gaat vaak over niet goed weten van welk is nu belangrijk om ons vooral goed te kunnen aftoetsen. En anderzijds, het is technisch en relatief complex. En dat is nu net hetgeen waar ik mij in wil verdiepen. Maar dat is wel cruciaal om goede inzichten op te doen en uw campagnes goed bij te sturen. En het niet kunnen inschatten wat belangrijk is, dat kan op twee dingen gebaseerd zijn. Het ene is misschien een beetje onwetendheid in... ja, wat dat je kunt meten, wat dat je juist kunt bouwen. Mm-hmm. Dus niet echt bewust zijn van de verschillende mogelijkheden. En het andere, dat is dan de verschijningsvorm, of de basis van het probleem, dat is niet per se weten wat de overkoepelende strategie is en wat daar de 5 à 10 kerncijfers zijn die dat je wilt impacteren of waar dat je het verschil in wilt maken of waar dat je in wilt groeien. Als die strategie er niet is en je wordt een klein beetje aan je lot overgelaten van ja, we rapporteren wat dat we denken dat belangrijk is, maar we weten dat niet 100% zeker. Gezien al die mogelijkheden, want je kunt honderden dingen gaan meten, dan kruipen ze een beetje in je schild of dan durven ze er geen keuzes in te maken of maken ze er de foute keuzes. Ja, inderdaad. Ja.